allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is nu 22:50 en ik ga zo richting school, want ik ga even wat lunchen met een vriend en daarna nog even aan school werken. We zitten namelijk bij elkaar in de klas en het is echt best wel lekker weer. Het is wel een beetje bewolkt, het zou echt de hele dag zonnig zijn, maar ik heb het wel echt heel erg warm. Dus ik heb een leuk outfitje aan. Mijn blazer is van Naked, topje van Guts & Gusto, broekje van Colorful Rebel en mijn laarzen van Omoda. Zonnebrilletje mee en dan gaan. Nou, het doet nu al pijn. Ew. Oh nee, ik moet nu al boeren. Oh, het is echt heel veel. Dat gaat mij niet lukken. Het drinkt heel raar weg of zo. Het gaat mij wel lukken. Het gaat niet lukken. Ik heb nog maar dit. Het is nog zo. Ik had een hele fles om. Nee, ik ga niet. Het gaat niet lukken. Het valt mee. Ja, ik red dit niet hoor. Ik vind het ook echt goor. Hij moet echt op. Hij moet op. Ja, nee, dat kan niet. Hey guys, het is inmiddels avond en ik ben mijn kleding, ik ben mijn kamer aan het opruimen. Het was vandaag echt mega lekker weer. Gingen die Sprite challenge doen, maar dat ging niet helemaal goed. Ik had er echt veel meer van verwacht, maar ik had het ook niet helemaal opgedronken. Ik kon echt niet meer. Ik ga even mijn kamer opruimen. Ik ben mijn tas aan het inpakken voor morgen. Ik moet morgen weer naar school. Bijna klaar met het project. En dan echt super chill en lang vakantie. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik zie jullie waarschijnlijk morgen weer. Goedemorgen guys, het is vandaag woensdag. Oh, ik heb echt weer zoveel haast. Ik snap het echt niet. Voorheen had ik dat nooit. Maar het is 8:15 en ik ga zo naar school. Ik hoop echt dat het droog blijft. Ik heb nu dit aan. Ik heb een topje aan van Naked. Blazer ook. Broek van Bershka en ik heb mijn Dr. Martens aan. Ik neem ook nog even een truitje mee. Ik ga vandaag naar school. Ik moet gewoon aan het project werken. Het is bijna af. En verder heb ik niet heel erg veel plannen. Misschien dat ik daarna nog even Amsterdam in ga. Misschien even shoppen. Ik heb zin om naar de Zara te gaan. Maar dat zien jullie vanzelf al. Oké, ik ga snel, want ik heb haast. Doei! Het is vandaag donderdag en ik kom net thuis van school en ik heb een Vinted pakketje opgehaald waar dit topje in zat. Ik moet even een andere BH aan, maar ik had deze op Vinted gekocht. Mega leuk. En nog deze. Dit is zo'n corset top, ook in het bruin. Ik ga dit weekend naar een festival, dus ik doe denk ik misschien een van deze twee aan. Ik zal even kijken hoe deze staat ook. Oké, dit is hem. Ik krijg hem alleen niet verder dicht aan de achterkant. Hij zit wel een beetje strak. Ik was gisteren ook naar Amsterdam geweest, want ik wilde even naar de Zara, maar daar had ik niks gekocht. Maar ik was wel langs de Urban Outfitters en daar zag ik deze top. Die gaat helemaal viral op TikTok en het is echt een super chill topje. Het is echt een lekker rekbaar stofje. Ik heb hem zelf in een XS. Ik had ook wel een S gepast, want hij zit wel echt heel erg strak. Maar hij is echt heel erg chill. En ik heb een nieuwe piercing gehaald voor mijn helix. Want die was bijna dichtgegroeid omdat ik er een normale oorbel in had gedaan. Beetje dom. Oké, Hugh heeft me even geholpen en hij zit nu helemaal dicht. Oh, ik vind hem echt heel mooi. Hij sluit echt goed aan. Ook hier, hij pijlt niet zo uit. Dat heb je best wel vaak bij van die corset tops. Vooral als je niet zoveel boobies hebt, net als dat ik heb. Oh, hier ben ik echt blij mee. Ik hoop dat er ook nog een ander pakketje binnenkomt. Want ik had zo'n cargo broek besteld. Misschien dat ik die hierbij aandoe. Dan kan ik dit zaterdag aan. Trouwens, even een besefmomentje voor mijn borst. En mijn rug waarschijnlijk. Mijn rug kan ik niet zo goed zien. Maar bijna al mijn pukkels zijn gewoon weg door die Roaccutane. Ik ben er echt zo blij mee. Alleen hier op mijn kin is het nog een beetje. Maar ik ben echt wel super blij met het resultaat. Het ging vooral echt om mijn borst. Want als jullie mijn video's kijken, dat was echt heel erg. En ik ben echt zo blij dat ik dit soort topjes weer aan kan. Vooral nu richting de zomer. Dus... Oké, Hugh heeft gekookt. En ik ga ondertussen Tempa kijken en mijn wenkies verven voor het weekend. En weer lemonaten. Ziet er echt goed uit. En ik ga ondertussen mijn wenkies verven.
Goedemorgen, guys. Het is vrijdag. Het is 7:50. En ik ga naar school. Ik heb echt zin in het weekend. Ik ben ook helemaal kapot. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Ik heb deze nieuwe trui aan. Ik vind hem echt fucking leuk. Jee, hij is van Björn Borg. Staat er ook op. Ik heb echt een heel erg leuk pakketje ontvangen. Dus ik zal vanmiddag wel even een unboxing doen. Maar ik had deze er alvast even uitgehaald. Ik zie nu trouwens dat deze schoenen echt totaal niet matchen. Met dat groen. Het is echt een hele andere kleur. Maar ja, boeien. Op zich, als ik het zo aan heb, dan zie je het niet heel erg van afstand. Oh. Oké, ik heb echt geen zin om en tijd om naar boven te lopen. Dus ik doe ze gewoon aan. Dus ik ben helemaal zeiknat. Het regent echt pijpstelen, jongen. Dat is niet normaal. Ik kom dus net thuis. Kijk, je ziet het al. Het is echt heel erg. Ik ga denk ik even douchen. En dit even laten drogen. Vanmorgen was het nog best wel lekker weer. Maar nu niet. Oh, wat erg. Ik heb allemaal pakketjes binnengekregen. Ook eentje van Aas, maar die wil ik openmaken op TikTok. Leuk krulletje ook dit. Dus dat ga ik doen. Ik zie dat ik mijn camera moet opladen. Dus ik ga even me fatsoeneren en dan even de camera opladen. En mijn buitenarm ook. Good morning, guys. Het is vandaag zaterdag. En ik was echt super vroeg wakker. Dat komt waarschijnlijk door mijn schoolritme. Want mijn wekker gaat eigenlijk echt elke ochtend om 7:15. Maar ik ben me aan het omkleden. Ik heb echt al best wel veel gedaan deze ochtend. Zoals je kan zien, ik heb mijn haar gekruld, mijn make-up gedaan. Ik heb ook foto's gemaakt net. Hier even wat op Insta staat nu. Dus een winactie met Tess V. Dus als je mee wil doen, check mijn Instagram. Kun je €75 shoptegoed winnen. Maar ik ben nu bezig met een outfitje. Want ik ga straks naar PIF. Dat is een feest, of nou ja, festival. Maar ik weet niet zo goed wat ik aan moet. Want het is op zich wel lekker weer. Maar het is alsnog best wel koud. Dus ik twijfel wat ik aan doe. Ik vind dit wel heel erg leuk. En het heeft dus ook lange mouwen. Oké, ik heb echt lijpe kledingstress. En ook een beetje stress met school en werk. Want ik ga nu ook even naar de Action. Want ik moet voor Action weer een video opnemen. Moet ik maandag aanleveren. Dus die ga ik morgen opnemen. Dan ga ik nu alvast shoppen. Ik praat heel snel. Ik ben echt een beetje chaotisch in mijn hoofd. Ik moest nu ook wat van boven pakken. Maar dat ben ik ook weer vergeten. Oh ja, mijn portemonnee. Sorry voor deze chaos. Ik ga dus nu even naar de Action. Daarna ga ik me echt omkleden. En dan komt Cilla en dan gaan we naar PIF. Oké. Stress. Oké, Sil is er. Hola. We zijn net de stad in geweest, want Sil die wist niet wat ze aan moest. Nog steeds niet. En er stond zo mee gaan rijden, dus we zijn maar uit de rij gegaan en toen hebben we de broek weer teruggehangen. Maar dit is niet jouw oudje. Nee, ik doe zo een andere broek. Oké, dan laten we straks even mijn outfit zien. Dikke akka. Oké, dit is mijn outfit. Jeehoe. Broekje van de Zara, jasje ook. Korset heb ik van Vint, maar is van de Bershka. En mijn laarzen van Bronx. Ik doe nog even een trui aan. Ik heb een outfit van... Deze is van de Bershka, volgens mij. Ja, dat ik laatst bestel. En deze is van S. Ja, weet waar die van is. Van Shein. Oh, van Shein. Oh my god. En ik heb een schoenen aan van Sasha. Lijp. En we zijn lekker matchy. Not. Oké, wij gaan. We hebben haast. Adios, amigos. Cheers. Let's go. Yeehoe. Guys, het is vandaag zondag en ik ben al helemaal opgemaakt, aangekleed en zo. Ik heb nu dit leuke pakje aan van Refined Apartments. Echt mega lekker weer ook. Ik ga zo een video opnemen voor Xenos, want ik maak voor hun TikToks.
mega leuk. En het is nu dat ik 3 thema's moet bedenken voor een feestje. Dus bijvoorbeeld een geslaagd feestje. En ik had dan nu boho en zomer thema. Dus mega leuk. Dus die kunnen jullie binnenkort zien op de TikTok van Xenos. Daarna moet ik een video opnemen voor Action. Die moet ik morgen aanleveren. Dus ja, een beetje druk. Ik ga het vandaag allemaal doen. En daarna ga ik me weer even focussen op school. Dus ik ga nu de TikTok video opnemen. Hey guys, het is inmiddels dinsdag en ik ben de vlog aan het bewerken hier. En ik ga hem ook afsluiten. Ik zie dat ik helemaal geen einde had. Ik ben zondag nog naar een barbecue geweest. Het was ook echt mega gezellig. Het was echt heerlijk weer. En gisteren weer naar school. Vandaag zelfstudiedag. Dus deze vlog even snel bewerken en dan druk aan school. Ik ga denk ik wel een nieuwe weekvlog beginnen. Denk het wel. En zo niet, dan zien jullie volgende week niet. Maar ik hoop dat jullie deze weekvlog leuk vonden om te zien. Vond je hem leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ben deze nog niet gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog.